Dank u, voorzitter. Voorzitter, een artikel in de NRC over het WRR-rapport kreeg de titel mee: een revolutionair rapport en een gapende bureaula. Nou, die bureaula, voorzitter, wordt ook de bestemming van dit mooie rapport, ben ik bang. En dat is niet terecht, want er worden veel belangrijke manco's genoemd die juist heel veel aandacht verdienen. Het is juist die politieke dimensie die de samenstellers van het rapport hebben onderschat, volgens mij. Het rapport is breed opgezet, zo breed dat elke partij er veel in vindt dat pleit voor de eigen zienswijze en net zoveel dat er tegen pleit. Opvallend is dat sommige conclusies van het rapport heel verstrekkend zijn, zoals de vaststelling dat ons poldermodel zijn houdbaarheidsdatum heeft overschreden. Het beschermt namelijk de status quo, dat zien we terug in bijvoorbeeld het topsectorenbeleid, dat juist de winnaars van de economie nog verder versterkt en de nieuwkomers nog minder kansen biedt dan ze al hebben. Dat is allemaal waar. Maar dan roept het rapport ook op tot revolutionaire maatregelen, zoals het doorbreken van het poldermodel. Maar de belangen van de gevestigde bedrijven en sectoren, die veel baat hebben bij dat topsectorenbeleid, die laten zich toch niet zomaar opzij zetten door al die zinnige conclusies en aanbevelingen die de WRR doet. Voorzitter, ik sta even stil bij enkele reacties van de VVD, de PvdA en D66 op het rapport. De VVD focust, net als wij, op de onderwijsagenda. Nou, dat lijkt ook ons de beste insteek als je nadenkt over een lerende economie. Maar de VVD, lees ik, wil in het onderwijs zaken gaan veranderen. Nou, alsjeblieft niet, zeggen wij dan. Als het onderwijs ergens door wordt gekenmerkt, is dat er te veel veranderingen zijn geweest. Niet doen, zeggen wij. Althans, niet op de manier die de VVD voor ogen staat. De VVD zegt dat het onderwijs nu zelf bepaalt welke vakken er gegeven worden en wat het aanbod is. Er moet rekening gehouden worden met de wensen van het bedrijfsleven. Mijn vraag aan de minister van EZ is, heeft de VVD-fractie daarin nou gelijk? Hoe komt het dan dat het bedrijfsleven kennelijk zo weinig invloed heeft, terwijl ze in alle kenniscentra zitten, in alle examencommissies, in alle denktanks, in alle gremia die zich met onderwijs bezighouden? Wat doen al die mensen daar dan? Wat moet er dan van de VVD dan nog bijkomen? Nou, graag een reactie van de minister ook op het volgende. Volgens MKB Nederland en VNO-NCW analyseert de WRR het gebrek aan concurrentiekracht goed, maar geeft het tegelijkertijd niet voldoende oplossingen. Veel ideeën en mogelijkheden van ondernemingen komen onvoldoende aan bod, zeggen ze. Nou, dat is zeker waar. Maar waar blijven de inspanningen van VNO-MKB dan? Als het nou allemaal zo urgent is, waarom staan ze dan niet aan de poorten van de ROC's te rammelen om te helpen? Of werven ze uiteindelijk toch liever in Oost-Europa, als er technici nodig zijn, die wij hier in Nederland kennelijk niet in voldoende mate kunnen opleiden? Dat vind ik een belangrijk probleem. Graag een reactie van de bewindspersonen. Bij de Partij van de Arbeid zien we terecht dat ze toekomst zien in de maakindustrie. Dat zien wij ook. Maar tegelijkertijd is er die onmiddellijke reflex dat we moeten inzetten op duurzame energie. Een eigen energiewende zoals in Duitsland. Wat zegt de WRR daarvan? Een van de samenstellers noemt het ontplooien van spiksplinternieuwe sectoren problematisch. Hij ziet juist de tegenovergestelde beweging en hij geeft een mooi voorbeeld van OC. Dat maakt traditionele kopieerapparaten, maar verkoopt ook steeds meer digitale opslagsystemen. Nou, die beweging vanuit die traditionele producten naar een doorontwikkeling die uiterst vernieuwend is, die zie je overal. We zouden ons wat de PVV betreft daarop moeten richten. Niet op risicovolle nieuwe sectoren, waar alle andere landen zich ook al op richten, maar op onze eigen sterke sectoren die we zelf in eigen land hebben ontwikkeld. Dat zijn de sectoren waar we goed in waren, waar een sterke behoefte aan was en waar onze ambitie lag. Niemand in de wereld is zo sterk in de agrisector als wij. Transport, logistiek, voedsel, chemie, dat zijn traditioneel onze sterke sectoren. Water en waterbeheer zijn erbij gekomen, mede door sturing van de overheid, geef ik toe, maar ook omdat het per traditie in ons lage land bij ons hoort. Een van de samenstellers, voorzitter, van het rapport stelt dat we met individuele subsidies een verzorgingsstaat voor ondernemingen hebben gecreëerd. Het heeft volgens hem weinig zin nieuwe sectoren te stimuleren. Brainport Eindhoven, zegt hij, komt niet eens voor in de top 20 van high-tech regio's. Hij zegt, waarom concentreren ze zich daar niet op de kweek van varkensvlees? En de export daarvan, daarin zijn ze wel nummer 1 in de wereld. Op die manier zouden ze bijvoorbeeld over 20 jaar de grootste exporteur van kunstvlees kunnen worden. Even kijken, voorzitter. Focus dus, dat is de conclusie, focus dus op onze bestaande sectoren.
Niet geforceerd nieuwe sectoren aanboren met veel belastinggeld. Want in die traditionele sectoren, daarin hebben we een geschiedenis. Er was een direct lokaal of regionaal belang om dat te ontwikkelen. En dat is zo goed gegaan. Zo goed gegaan dat juist al deze sectoren ons de welvaart hebben gebracht die we hebben. Nou, de maakindustrie, die hoort bij die sectoren, die hoort er onlosmakelijk bij. Maar die is door de focus op die kenniseconomie, alsof dat eenheden zijn die tegenover elkaar staan, jarenlang verwaarloosd. Dat is ontzettend jammer. We kunnen namelijk niet zonder die maakindustrie. Je ziet die verwaarlozing terug in het onderwijs. De oude MTS en de MEO leverden technische vakmensen af met een uitgebreide technische kennis. Heel cognitief opgeleid, maar ook met uitgebreide vaardigheden. Allemaal mensen die uitstekend in staat waren om nieuwe ontwikkelingen onmiddellijk toe te passen. Waren breed opgeleid in plaats van smal. In de huidige ROC's vinden we daar niets meer van terug. In de loop van enkele onderwijsvernieuwingsgolven, waarin juist de PvdA toch een belangrijke rol heeft gespeeld, werd dat mbo uitgekleed van een volwaardige technische opleiding, ja, tot een soort buurtcentrum waar iedereen gekwalificeerd kon worden door het competentiegerichte onderwijs. Voorzitter, ik zei het al, onze focus richt zich op onderwijs, niet op overheidssturing van onderzoek en innovatie. De overheid loopt bijna per definitie achter de feiten aan in de dynamiek die er in die bestaande sectoren is en zeker in nieuw aan te boren sectoren. Het is een illusie te denken dat subsidies, gestuurd door ambtelijke commissies, een innovatieproces zouden kunnen sturen. Wat wij als overheid wel moeten doen is het volgende. Iemand maakt het onderscheid tussen de Angelsaksische wereld met het bijbehorende onderwijsmodel en ons Rijnlandse model. Ons onderwijs is een hybride van die twee modellen. Het Angelsaksische model kenmerkt zich door formeel onderwijs, strikte eindtermen, onafhankelijke toetsing, veel cognitie, veel determinatie en selectie. Hoe je dat ook waardeert, het levert wel mensen af die tot echt briljante innovaties in staat zijn, als je naar Silicon Valley kijkt. Ons onderwijs richt zich op de onderkant en het midden, nooit op de top. Veel samenwerking, weinig cognitie en vooral niet selecteren en determineren wordt het vooral gauw zielig gevonden. Voorzitter, het is zoals het is. We hebben door onze eigen keuzes niet de onderwijscultuur om de concurrentie met al die andere landen te winnen. Daarom zeggen wij, ken je beperkingen, wees realistisch, richt je op je eigen sterkte. En dat zijn de sectoren die ik noemde. Ik zie dat ik aan het eind van mijn tijd ben, voorzitter. Mag ik nog één laatste stukje? Degelijk onderwijs dat mensen aflevert die echt kwaliteit hebben op alle niveaus, ook in het mbo waar de maakindustrie van afhankelijk is. Een toekomstfonds, daar zien wij niets in. Er hoeft niet nog meer geld naar onderwijs. Eerst en vooral moeten we terug naar een stevige onderwijsbasis, goede leraren, de juiste eindtermen, onafhankelijke examens, civiel effect van diploma's, toegankelijkheid voor alle groepen, ook de lagere inkomensgroepen, want daar zit veel talent. Dat is het ABC van het onderwijs. De rest is dure ballast die wij overboord moeten gooien. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dank u, voorzitter. Voorzitter, één laatste punt van mij. Partijen die fondsen willen inrichten, die belastinggeld gaan spenderen aan de illusie, zeg ik, dat de dynamiek in het onderwijs en de economie gestuurd kan worden, die partijen die zouden het volgende gegeven voor ogen moeten houden. Ten opzichte van 1995 geven we nu per jaar 22 miljard euro extra uit aan onderwijs, zonder dat de werkdruk verlaagd is, zonder dat de klassen verkleind zijn, zonder vermindering van het aantal onbevoegde leraren, maar met grosso modo hetzelfde aantal leerlingen. Waar is dat geld gebleven? Dat is gebleven, voorzitter, in de zakken van heel veel managers, van stuurgroepen, van bestuurders, interimmers en consultants. Elke extra uitgave die we daar nu bovenop gaan doen, die verdwijnt in diezelfde zakken, zonder dat de lerende economie één stap dichterbij komt. Wat is wel het recept, voorzitter? Ik herhaal het nog even heel kort. Sobere huisvesting, sobere governance, keigoede leraren, een oormerking van het onderwijsgeld in 80% voor het primaire proces en 20% voor het gedoe, zoals een staatssecretaris Rutte van Onderwijs dat ooit genoemd heeft. Eenduidige eindtermen, toetsing en selectie, uitdaging, afrekenen en belonen. Kortom, meer van die Angelsaksische uitdaging en concurrentie, minder pamperen, begeleiden en uit handen nemen. Dat kost tijd, want in het onderwijs denken we in cohorten, in generaties zelfs. En juist daarom is het zo belangrijk om nu al te beginnen met het herstel van het onderwijs. Maar dat gaat niet lukken, ben ik bang, voorzitter. We zouden over 5 jaar zover kunnen zijn dat we de juiste leraren voor de klas hebben staan. Geen dag te verliezen, zou je zeggen. Maar ik ben bang dat we tot 2017 moeten wachten.
tenzij het kabinet eerder valt tussendoor. Maar tot die tijd zullen in ieder geval de consultants, de bestuurders en de lobbyisten deze coalitie zeer dankbaar zijn. Hun schoorsteen zal roken dat het een lieve lust is. Dank u wel, voorzitter.